We zijn hier vanavond in Ommen bij restaurant Vlater, alwaar de gemeente een uitleg gaat geven over de aanpassing die ze willen, gemeente willen gaan doen bij het hoofdpijndossier, de kruising Vechtkade, Julianenstraat en de Hesselmulebrug. We hopen op een grote toeloop van geïnteresseerde mensen en we gaan het afwachten. We staan nu op het kruispunt waar het allemaal om gaat draaien. De Vechtkade, de Julianenstraat links en de Hesselmulebrug. Het was leuk geweest als we de verkeerskundige van de gemeente of de verantwoordelijke ambtenaar voor de camera hadden kunnen krijgen. Maar ze waren beide niet geïnteresseerd om een toelichting te geven. Wat dat is, weet ik niet. Het werd ook op de drukte gegooid. Daar hebben we onze grote vraagtekens bij. Maar goed, ik zal proberen een korte uitleg te geven. Er verandert niet zo heel veel. Wat blijft is de Vechtkade die een uitritconstructie blijft behouden. Die moet vorm gaan geven aan de Julianenstraat en het verkeer op de Hesselmulebrug komen dan vanaf de Stationsweg. Met dien verstande, de Julianenstraat wordt nu een kruising met het verkeer van de Hesselmulebrug. Dat is een voorrangskwestie. Het verkeer wat van de Vechtkade komt en dus de Julianenstraat in wil of de Vechtbrug over, dat moet vorm gaan verlenen. Ook het fietspad wordt verlegd. Dat wordt aan deze kant gedaan. De tekeningen die we dus wel in ons bezit hebben, die verduidelijken. MUZIEK.